En de Suriname Alcoholic Beverages, SAB, bestaat vandaag 50 jaar. Begonnen als een distributiepunt voor de producten van de suikeronderneming Marienburg, is het bedrijf thans uitgegroeid tot Surinames enige en bekendste rumproducent. Het verjaardagsfeest wordt vandaag gevierd met medewerkers, klanten, relaties en media. Vanavond zal ook de nieuwe branding gepresenteerd worden van het bekendste SAB-product, de Borg Rum. SAB-directeur Steven Mayong zegt dat de consument de viering van het 50-jarig bestaan van het bedrijf ook zal merken. Daarnaast zijn ook donaties geschonken aan sociale instellingen en ziekenhuizen. De SAB tilt namelijk zwaar aan een gedegen corporate social responsibility of bedrijfsmaatschappelijke verantwoordelijkheid. We bestaan bij de gratie van de consument. We hebben een belangrijke rol. Vaak denk men ook een SAB aan alcohol drinken, plezier, genot. Maar we zijn meer dan dat. Wij voorzien, veel mensen weten dat niet, we voorzien de hele farmaceutische industrie van alcohol. Ja. Alle hospitalen, apotheken, die zijn allemaal, die worden allemaal door ons voorzien. Dus we hebben ook een, in dat opzicht is onze corporate social role heel erg belangrijk. Door de jaren heen is een andere betekenis gegeven aan de acroniem SAB. Volgens directeur Mayong niet zonder meer. Omdat we daarmee heel aangeven onze aspiraties om op de, met name de buitenlandse exportmarkten te kunnen, ons te kunnen profileren. We zijn een Surinaams bedrijf, daar zijn we heel trots op. Maar tegelijkertijd zijn we ook ons ervan bewust dat we ook buiten onze grenzen moeten kijken. Suriname, dat we zeggen, onze markt is niet alleen maar van oost naar west en van noord naar zuid, maar het is ook buiten de grenzen. En we hebben dat ook bewezen de afgelopen jaren, decennia eigenlijk, dat we eigenlijk vanaf 1977 hebben we meegedaan aan internationale spiritcompetities in Luxemburg, in Genève. En we hebben prijzen gewoon in de wacht gesleept. We hebben toen inderdaad een beetje moeilijker economische jaren gehad in de jaren 80. Toen was het met name kijken naar je eigen thuismarkt om te overleven. En dat hebben we ook doorstaan. En nu zijn we weer, met name de laatste jaren, zijn we weer begonnen om buiten onze grenzen te kijken. En met succes, we hebben prijzen gewonnen. Laatst nog in Mexico, we hebben prijzen gewonnen in Grenada, in Sint Maarten, in Nederland. We gaan komend jaar gaan we meedoen in aan wedstrijden in San Francisco, Toronto. Dus, en we verwachten ook dat we in de prijzen zullen vallen. En dat we prijzen zullen binnen blijven halen voor Suriname. Zodat we Suriname nog meer op de map kunnen plaatsen. We zijn dus met recht, dat is onze slogan ook, de Rum Ambassador van Suriname. Steven Mayong, directeur van de Suriname Alcoholic Beverages SAB. Het bedrijf bestaat vandaag precies 50 jaar.